Mensen die zich niet ziek voelen, moeten ook regelmatig een medische check-up doen. Dit stelt Fawzia Poese, medisch onderdirecteur bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. De nieuwsdienst sprak haar bij een gezondheidsminibeurs op het trottoir van de Volkskredietbank. Poese zegt dat het ziekenhuis soms ook naar de mensen toe moet gaan om de gezonde levensstijl te promoten. Ook de mensen die zich niet ziek voelen en niet denken van ik moet naar het ziekenhuis, toch ook wel voor een check-up langs kunnen. En dat er toch wel bij ze gemeten wordt. En soms, bij mensen die zich gewoon lekker voelen, als je meet, vind je toch wel afwijkende waarden. Dus dat is dan een teken of een hoe zal je dat noemen, een reden om te zeggen van hey, u moet het toch wel vaker laten checken en in de gaten houden. Net het dan voor mensen soms ook een wake-up is van wacht even, ik heb het werkelijk lang niet gedaan, dus ik moet het werkelijk vaker doen. En de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en dat mensen zich bewuster worden van het belang van meten, want meten is weten. En als je weet, kan je het aanpakken. Als je het kan aanpakken, kan je erger voorkomen. En als er geen afwijkende waarden zijn, dan weet je, ik doe het goed, maar ik moet erop blijven letten, dat het goed blijft. Poese vertelt verder dat het AZP plannen heeft om meer van zulke minibeurzen te organiseren. Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla, meent dat het bijzonder belangrijk is om te weten in welke conditie het lichaam zit. Laat op tijd je bloeddruk checken, laat op tijd je suiker checken, laat op tijd je gewicht checken. Dat zijn een aantal parameters, dat zijn een aantal indicatoren noemen we dat, waarbij je heel snel in een quick scan iemands gezondheid kan voorspellen. Ja, ik heb het vandaag ook zelf gedaan en bij mij is het ook een wake-up call. Dat wil zeggen, ik moet werken één aan mijn gewicht. Mijn bloeddruk is ook niet goed, dus eigenlijk is het geen slecht nieuws, maar juist goed nieuws. We zijn blij, 8 maart jongsleden, AZP 58 jaar, belangrijk moment. 8 maart was ook Internationaal Vrouwendag. En wat we hier zien is dat directeur Redan met haar medische staf en overige medewerkers, overigens alleen maar vrouwen, geweldig, voorwaarts voor de vrouwen, dat zij hier vandaag zaterdag voorlangs de VCB tegenover de Centrale Markt staan. Belangeloos, gratis, vanaf 7 uur 's morgens. En waarom doen ze dat? Dat doen ze om het volk van Suriname, de samenleving, te informeren. Volgens Bolla is de regering bezig met het uitstippelen van een beleid om een gezonde levensstijl te promoten. Hij meent dat de gezondheidsautoriteiten zelfs huis aan huis bij mensen moeten gaan om een gezonde levensstijl te promoten.